ik ben nog. Zo, we zitten nu bij het paviljoen en we gaan lekker eten. Hello, good morning. How are you? Very good. Hallo en een goedemorgen vanuit de tuin. Want oh jongens, wat is het lekker weer. Het is echt heerlijk. Ik hoop zo dat het nog even aanhoudt. Want gisteren heb ik ook niet echt van kunnen genieten. Want Jax had gewoon echt even niet zo'n lekker dagje gisteren. Ik hoop dat het vandaag wat beter gaat. Dat we misschien even lekker kunnen wandelen of iets doen. En anders komt het sowieso van het weekend wel, joh. Vandaag ga ik trouwens een video opnemen met een dermatoloog, een Q&A. En dat vind ik heel erg interessant, zeker nu dat het zo ook weer is. Want ik vraag me ook af of ik nou eigenlijk wel naar buiten mag met Jax en tot hoeverre hij... Ik weet wel dat hij eigenlijk helemaal niet in de zon mag. Maar nu begin ik ook te twijfelen of het eigenlijk geen kwaad voor hem kan om zelfs in de schaduw te zijn. Want zelfs in de schaduw... lijkt het me niet altijd even goed. Verder heb ik geen planning. Verder is het gewoon lekker aankijken hoe het gaat. Oh, liefje. Oh, heb je helemaal een trillipje. Oh, schatje toch. Jolaatje die wordt straks opgehaald door haar opa en oma van haar vaders kant. En die gaat naar een theatervoorstelling van iets. En even gezellig wat eten. Dus dan zijn wij alleen met Jax. Ik ben bezig met een planning. Oftewel een schema voor Jax. Een soort van schema, weet je wel. Een beetje plus-minus-achtig. Maar dat we gewoon een beetje richtlijnen hebben. En dat hij weet waar hij aan toe is. Gewoon lam worden. Nou, dan kom je zeker je bed niet meer uit vannacht. Dan ben ik straks oud en dan hoor ik het niet meer. Je mag maar één biertje, Bart. Ja, is goed, schat. Zo, Jola is weer terug. Hoe was het? De voorstelling? Heel leuk. Van wat was het? De kleine zeemermin. Kleine zeemermin. En had ze een mooie staart? Ja? Ging ik zoenen. Zoenen? Alweer met zoenen? Heel vaak. Oeh. Zo, Bart en ik hebben weer wisseling van dienst. Dus ik ga nu heel vroeg slapen. Het is nu 9 uur. Even een uurtje. En dan om 10 uur komt hij naar boven. Dan moet ik voeding geven en dan gaat hij slapen. Dan heb ik in ieder geval alvast 1 uurtje kunnen pakken. Het is niet heel gezellig, de avonden zo. Maar het is tijdelijk, hoop ik. Dus, good night. Tot morgen. Hallo en hele goede morgen. Het is zaterdag vandaag en we gaan zo lekker naar Twiska. Eventjes erop uit met z'n allen. Jax heb ik net lekker in badje gedaan. Dus ik heb ook nog eens een keer een beetje een goede nacht gehad. Dus ik heb er helemaal zin in. Ja joh. Ja joh. Ja. Het is inmiddels al wel alweer een beetje laat. Maar ja, het duurt allemaal eventjes hè. Met de kindjes en het ontbijten en alles. En gewoon zaterdag dus een beetje relaxen. Ik heb een cadeautje. Nou ja, voor Jax. Van heel schattig buurmeisje. Oh. Wat is dat? Iets heel lekkers. Lekkers? Wat draad jij? Hier. Oh, Zwitsel. Ja. Lekker. Hair lotion. Doe hem meteen een beetje in zijn haartjes. Oh, ruikt echt lekker. Klein drupje. Hoepa. Dat vind jij lekker, hè? Hello, John. Nou, we zijn bijna onderweg. Nog niet helemaal. We wachten nog op... Bart. Bart is zijn zonnebril kwijt. Maar verder was het echt een hele volksverhuizing. Het is echt even wennen. Nou, ik weet het wel, hoor. Hoeveel je bij je moet hebben... wanneer je met een baby en een kind weggaat. En een hond. En een man. Dus ik was wel voorbereid. Maar voor Bart is het volgens mij iets heel nieuws. Zo zie je al, de auto zit nu al vol. En dan gaan we nog maar alleen heel even naar Twiske. Nou goed. Zo, bij die vakantie zal het wat worden dan. Zo, dat zou zeker wat worden.
Heerlijk dagje. En wat is Dies aan het doen? Wat zou Dies nou aan het doen zijn? Nee, ligt lekker, schat. Heel handig. Hallo. Goed zo dichtbij. Wie trakteert? Wie trakteert? Jij. Ik ben nog. Zo, we zitten nu bij het paviljoen. En we gaan lekker eten en drinken met z'n allen. Eet smakelijk, Loutje. Eet smakelijk. Wat is een vegan burgertje? Ik heb de Vega burger. Bam, soms. Wow. Ik heb een salade. Wat datjes. Ketchup en mayo. Eén keer zat even op mijn bordje. Geen Vega. Maakt niet uit, schat. En die krijgt een split ijsje. Hallo en een hele goede, moet eerlijk zijn, middag is het alweer. Bijna trouwens. Oh nee, net trouwens. Het is zondag en ik voel me super goed. Zeker vergeleken met de afgelopen week. Wat een verschil. Ik vond gisteren zo leuk, zo lekker en zo genieten om gewoon even een dagje de deur uit te zijn. En dan ook nog dat mooie weer. En al onze vrienden erbij. En Jax die de hele dag gewoon super relaxed was. Het geeft zo'n voldoening als je ziet dat je kindje niet de hele dag pijn heeft van de krampjes. Want dat sloopt je gewoon. Niet alleen maar vanwege het huilen hoor. Maar ook omdat je gewoon, je ziet die pijn in zijn gezichtje. En je wilt niet dat hij pijn heeft. Yes! Wil je toch helemaal niet geloven dat het vanaf nu niet gewoon zomer is? Het lijkt toch gewoon zomer? Nee. Nee, het staat echt voor de rest van de week max 13 graden. Wat? Zo raar. Huh? Ik blijf vandaag de hele dag lekker. Nee, om 3 gaat toch om? Nee. Oh. Kijk, we hebben al onze zomerkleding dus tevoorschijn gehaald. Bart heeft dat gisteren gedaan. Hier en hier. En dit is allemaal was die ik nog moet opvouwen. Echt heel erg. Ik heb dat serieus nog nooit gedaan. Gewoon alles zo op de grond gegooid. Maar ja, sinds Jax er is, is er even wat minder tijd voor dat soort dingen. Dus zelfs mijn bed is niet eens opgemaakt. Ook niks voor mij. Ach ja, boeien! Ik ga snel naar buiten, want het is lekker weer. Dus ik blijf hier niet. Ik zie geen rare plekken of strepen. Ik doe het eerst zo en dan werk ik dat weer eens pizza time hier, omdat Bart het zo graag wilde. Eigenlijk komt het mijn neus uit. Maar ik dacht, laat ik eens deze gaan proberen. Het ziet eruit als een shawarma pizza, maar het is vega shawarma. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die pizza is dus echt geen aanrader wat mij betreft, want ik kreeg hem niet eens op. Ik vond hem echt niet lekker. Kan gebeuren. Gelukkig hadden Bart en Jola zoveel dat ik van hun heb gegeten. Nou, we gaan lekker aan ons avondritueeltje beginnen. Dankjewel voor het kijken voor vandaag en dit weekend. Tot maandag weer. Doei doei. Vergeet niet te abonneren, dat is gratis. En duimpjes omhoog. Ciao. Rock that joint.